Patrick, burgemeester van IJsselstein. Ontzettend trots ben ik dat je voorzitter bent van de jury. In deze mooie stad mag jij burgemeester zijn. En ik ben erg benieuwd in hoeverre de fotowedstrijd een rol kan spelen bij het op de kaart zetten van IJsselstein. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, dat kan ik. Allereerst dank dat ik überhaupt jurylid mag zijn. Ik doe dat uiteraard graag. Onze mooie stad, heel veel gefotografeerd, wel 70 inzendingen deze keer. En dat is heel belangrijk. Niet alleen is het leuk dat mensen onze mooie stad vastleggen, maar als je het hebt over de stad op de kaart zetten, en dat willen we natuurlijk, dat doen een aantal mensen. Ik ben er één van als burgemeester, moet je je stad op de kaart zetten en dat doe ik graag. Maar wat fantastisch dat zoveel mensen die stad ook op de gevoelige plaat vastleggen en daarmee dus als een soort van ambassadeur die stad uitventen. Dus ik hoop dat we volgend jaar nog weer meer inzendingen krijgen. Want onze stad is echt de moeite waard om ook te fotograferen. En we hebben nu gezien, ontmoet elkaar in historisch IJsselstein. Mooi thema. Misschien volgend jaar iets meer met de mensen erbij. Nou ja, die foto's aan zich die zijn al natuurlijk een middel om die stad te laten zien. Maar als er bijvoorbeeld een kalender van gemaakt wordt, of zoals nu een sponsor die zegt, ik wil die opnames gebruiken voor een goed doel overigens, om op diverse objecten die foto's te projecteren, dan wordt daarmee die stad weer bekender. En dat is natuurlijk fantastisch, dat is leuk voor iedereen, maar zeker ook voor iemand zoals ik, een jurylid en toevallig ook nog burgemeester in deze mooie stad. Dankjewel.